deze dagen mag het wel met de lichtjes. Ja? Ik wel. Ja, het zijn de donkere dagen. Nou, gemeente Nijmegen, dit kan eigenlijk echt niet. Haal het weg. Dat is veel te vroeg, ja. Oké, dat is wel belangrijke informatie. Sinterklaas is nog maar net in het land, maar inmiddels hangt door de hele stad de kerstversiering al lang te shinen. Super gezellig natuurlijk, maar is het niet een klein beetje te vroeg daarvoor? Het Sinterklaasfeest lijkt steeds meer onder te sneeuwen in onze kersteditie, maar wat vinden we daar eigenlijk van? Moet het gewoon kunnen? Is dat gewoon gezellig? Of eigenlijk niet? Of moeten we pas afspreken dat de kerstballen pas na pakjesavond mogen schitteren? Vergeet de Zwarte Piet discussie, dit is de Kerstman discussie. Jullie zijn lekker aan de shop. Nee, we zijn gewoon aan het wandelen. Wat vind je van die kerstbomen hier nou? Oh, die ken ik al 6 jaar, 7 jaar. Is dat niet een beetje vroeg? Ook. Ja. Toch? Ja, ook. Ja, toch. Nou, dat wilden we even weten. Jullie willen helemaal niet geïnterviewd worden. Maar het gaat even over jullie shop, jullie sfeer in de kerst. Nog niet in de mood, man. Oké, dat is wel belangrijke informatie. Nou, jullie zijn lekker aan het shoppen, zo te zien. Ja, zoiets. Kerstspullen aan het kopen? Nee, niet echt. Waarom niet? Dat vond ik nog een beetje vroeg voor. Ja, en die verlichting hier dan? Ja, superleuk toch? Ja, maar dat is niet te vroeg dan. Nee. Goedenavond. Nee. Zijn jullie aan het dealen? Nee. Oh, oké. Dan hangt kerstverlichting en Sinterklaas is nog helemaal niet afgelopen. Dat kan niet. Dat is veel te vroeg, ja. Oh, okay. Ben ik ook. Ja. Dag. Oké, jammer. Abonneer en like. Jullie gaan gezellig shoppen. Gaan jullie kerstcadeaus kopen? Nee. Waarom niet? Het is een beetje te vroeg. Ja, maar die kijk dan. Hij is achter je. Ja, het is een beetje vroeg, ja. Gewoon na 5 december pas de kerstbomen en de verlichting. Kut kan ik niet zeggen, maar het is wel raar om de kerstballen naast de pepernoten te zien liggen. Deze dagen mag het wel met de lichtjes. Ja? Wel. Ja, het zijn de donkere dagen. Heeft u thuis ook al de kerstboom staan dan? Nee, na Sinterklaas. Ik vind het wel gezellig. Wel gezellig? Thuis de kerstboom ook al staan? Nee, zeker niet. Iedereen moet zijn eigen ding doen. Ja, maar Sinterklaas is er nog niet. Hè? Kerstverlichtingen hier en de kerstbomen zelfs ergens. Heb jij thuis je kerstboom al staan? Nee. Nou dan, ja. Dat kan toch helemaal niet? Ja, maar het enige wat je eigenlijk voor Sinterklaas hebt is pepernoten. En wat kerst? Ja, daar heb je kerstbomen. Ragout. Ja. Varkenshaas. Ja. Rode wijn. Vervelende schoonouders. Het is echt wel te vroeg, want het is nu nog begin november, mid november. Mm-hmm. Het is denk ik een maandje te vroeg. 3 weken te vroeg, zoiets. Maakt mij niet uit. Als je niks uit, maakt het jou wat uit? Nee. Nee? Goed verhaal. Dus je zou eigenlijk willen zeggen van, nou gemeente Nijmegen, dit kan eigenlijk echt niet. Haal het weg. Nee, zo erg boeit het ook gewoon niet. Wil je nog wat tegen de kerstverlichting ophangers zeggen? Blijf het doen. Blijven doen. Dankjewel. Fijne avond. Tot ziens. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer. En vergeet ons niet te volgen op YouTube en Instagram op WZHV18.